Parijs-Dakar, Hein van Nieveld. De 10e editie van de Parijs-Dakar rally zal de geschiedenis ingaan als verreweg de allerzwaarste en meest gevaarlijke tot nu toe. De afgelopen week verongelukte een van de 4 ingeschreven DAF-trucks, waarbij navigator Kees van Loevestein het leven verloor. En ook de Fransman Patrick Canadeau moest de dag erna zijn snelheidspassie met de dood bekopen. De tol die de beruchte rally in 10 jaar heeft geëist, komt daarmee op 20 dodelijke slachtoffers. Het aantal deelnemers dat blijvend invalide van het woestijnavontuur terugkeerde, loopt in de tientallen. Geen wonder dat er stemmen opgaan de opzet van dit monster-evenement drastisch te veranderen of zelfs helemaal te verbieden. Maar het handjevol coureurs dat nog in de strijd is overgebleven, maalt niet om die discussie. Koste wat het kost, zullen zij Dakar halen. Rustdag in de rally Parijs-Dakar. Niet zozeer noodzakelijk voor de deelnemers als wel voor de auto's, want die hebben in deze 10e editie ongelooflijk te lijden. Het is hier zand, het is hier stof en verschrikkelijk veel stenen. Vandaar dat de enige nog overgebleven Nederlandse equipe, Mieke en Kees Terstermann, elke seconde van die rustdag gebruikten om aan hun auto te sleutelen. Kees, heb je veel pannen gehad onderweg? Nee, nog niet eigenlijk. Valt wel mee. Maar toch ben je bezig onderdelen te vernieuwen, hè? Tijdens deze rustdag. Ja, we gaan proberen om zoveel mogelijk pannen te voorkomen. Het heeft zo gigantisch veel gedaan nu al. En we hebben nu de tijd om het te vernieuwen, dat ik liever niet onderweg met kapot met broken sta. Mm-hmm. Je staat schitterend in het klassement, hè? Ja. Beste amateur, ben je echt amateur? Ja, dat zegt iedereen. Wat is nou belangrijker tijdens het rijden? Dat je een enorme goede chauffeur bent of dat je zoveel technisch inzicht hebt dat je dus weet hoe je auto heel moet gaan? Ja, ik denk een combinatie is, hè, van alles. Je moet proberen zo snel mogelijk te gaan, maar aan de andere kant om de boel zoveel mogelijk heel te laten. We gaan stemmen op, maar er zijn er vooral mensen die in de volgploeg zitten die zeggen deze rally is eigenlijk te zwaar. Dat zie je al aan het grote aantal deelnemers de eerste dagen. Dit is gekke werk. Ben jij het daarmee eens? Ja, als je dit gekke werk vindt, moet je er niet aan beginnen, vind ik. Ik bedoel, het is een zware rally, het is de zwaarste rally ter wereld. En ja, hij is niet alle jaren hetzelfde. Waar denk je aan? Want jullie zijn zo'n 1 uur of 8 onderweg. Hè? Wat doen jullie dan? Ja, je hebt het hartstikke druk met je routeboek oplezen en zo. Gisteren was het natuurlijk gewoon verschrikkelijk. Echt een heel rot pad. En dan de zon in je gezicht en je kan niet eens de stenen volgen en de piste volgen. En dan denk je wel, god, waar ben je mee bezig? Als je dan nog 100 kilometer moet en iedere keer vlieg je weer een paar hoop stenen of een berg waar je afgaat. Nou, dat is... Dan vind je het niet leuk meer. Jullie staan zeer goed in het klassement. Wat is verder je plan? Om te proberen nog hoger in het klassement te komen? Of nee, zeker niet nog hoger. Ik ga nou proberen om zo aan het eind te komen. En we zullen waarschijnlijk wel een paar plaatsen afzakken. Want ja, er staan nog zoveel hele snelle jongens achter ons. Dat we die 5e plek waarschijnlijk wel niet vast zullen houden. Maar ja, we gaan toch ons beste voor doen. En inderdaad, het sympathieke Nederlandse echtpaar had gisteren een zware dag en reed vele kilometers verkeerd in de onmetelijke steen- en zandwoestenij van Mali. Daardoor tuimelden de Terstermannetjes van een 5e naar een 10e plaats in het algemeen klassement. Er valt nog zo'n dikke 3000 kilometer te gaan en de zwaar afgetopte motoren en auto's snakken naar de finish in Dakar. Er zijn nog zo'n 150 voertuigen in de race van de in totaal 600 die begin dit jaar aan de start verschenen. Als de slachting onder het deelnemersveld in dit tempo doorgaat, zullen slechts 50 equipes de finish op 22 januari in Dakar halen. Bij de motoren staat na gisteren de Fransman Lallet op de 3e plaats, Italiaan Pico op de 2e en zijn landgenoot Honda-rijder Orioli is 1e. In het algemeen autoklassement ligt Fransman Lartic 3e, Cancune 2e en de eveneens Finse Peugeot-rijder Ari Vatanen is de trotse leider van de Parijs-Dakar rally. Jan de Roy told me the most strongest point of Mr. Vatanen is that he knows when to put off his feet from the accelerator. Is that why you are first in the tournament? Yeah, I don't know. That didn't used to be my strong point, but maybe I'm getting better. Have you ever been afraid during the trial? No, I try to be. I mean, you know, it's up to me. I mean, the security is in my hands, so I try to be safe. But of course, you know, we can all make mistakes. Thank you very much. Thank you.